Een journalist is iemand die feiten verzamelt die van algemeen belang zijn. Het is 4 april 2024. Welkom in Podcast. Ik ben Rico Brouwer. Ik praat je bij over een rechtszaak in kort geding tegen de openbare rechtspersoon de Staat der Nederlanden, in het bijzonder het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dit is de dagvaarding, het is mijn dagvaarding, die ik gisteren terug ontving van de deurwaarder en daarmee is de voorbereiding klaar. De zitting is op 30 april en in dit videoverslag vertel ik je waarom ik dit doe, wat er aan de hand is. Ik doe dit als journalist voor Podcast. Podcast begon ik in augustus 2018, heeft nu zo'n 500 uitzendingen. Zo'n 60 daarvan zijn rechtbankverslagen. Ik filmde bij de Raad van State, gerechtshoven en rechtbanken overal in Nederland. Ik interview ook mensen. Een van de eerste gasten in interview was Thomas Drake, een NSA-klokkenluider. En John Kiriakou, een CIA-klokkenluider. In al die interviews met klokkenluiders zie je terugkomen een soort rode draad dat ook het recht tegen ze ingezet wordt. Ze noemen dat lawfare. Ik sprak Niels Meltzer, de speciale rapporteur tegen martelen, in interview meerdere malen. Hij werd zelf klokkenluider, zou je kunnen zeggen, in de zaak van Julian Assange, toen hij als rapporteur tegen martelen Assange bezocht in de gevangenis in Londen. Ik sprak Stefania Morizzi, een Italiaanse onderzoeksjournaliste, die via FOIA-procedures, Freedom of Information Act, vaststelde hoe Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Zweden en Ecuador achter de schermen samenspannen. De Crown Prosecution Service, het Openbaar Ministerie van Engeland, gaf stiekem instructies aan Zweden bijvoorbeeld. Het zijn die interviews die maken dat ik ook met Podcast rechtszaken ben gaan filmen. Dan specifiek rechtszaken waar het grootbedrijf of de staat een rol in heeft. Zo ook 12 oktober vorig jaar. Toen was er een regiezitting in de strafzaak tegen Willem Engel. Engel wordt verdacht van opruiing. Hij is daar in eerste aanleg voor veroordeeld. Nu komt het hoge beroep. Een regiezitting daarop wordt bepaalt hoe je je verdediging kan doen. Of je getuigen mag horen wat er in je dossier zit. Engel wilde getuigen oproepen. Onder andere de minister van Justitie, Jezielkus, omdat die zich met zijn rechtszaak zou hebben bemoeid, en de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid. Omdat die een coördinerende rol op de achtergrond zou hebben in het proces van Engel. In Nederland is de rechtspraak openbaar. Je kan daar op de publieke tribune gaan zitten, zelf. Maar ook openbaar voor journalisten. En in Nederland mag je rechtszittingen filmen. Audiovisueel vastleggen. Er zijn wel spelregels voor, die staan in de persrichtlijn. En die volg ik dan ook. En op die manier doe ik verslag van al die rechtszaken. Zo wilde ik ook de zaak van Engel filmen. Dat werd mij niet toegestaan. In de persrichtlijn staat, als een rechter jouw verzoek afwijst, dan moet de rechter dat onderbouwen. Een gemotiveerde belangenafweging maken. Ja, als je dat visualiseert met zo'n weegschaal, standaard is het belang van openbaarheid van rechtspraak groot en zwaar en dat wint. Daarom mag je filmen. Je mag alles filmen. Onder voorwaarden, maar goed, je mag alles filmen. Tenzij daar een ander belang is dat zwaarder weegt. Maar dan moet de rechter dat wel met een belangenafweging motiveren. En daar is ook een register voor waarin dat bijgehouden wordt. Nou, ik deed mij een persverzoek. En als je een persverzoek doet, hoef je niet aan te geven waarom je wil filmen. Je hoeft niet te vertellen welk journalistiek belang je daarmee dient. Dat zou ook raar zijn. Op het moment dat je het zou moeten beargumenteren, dan maak je je dus kwetsbaar voor censuur. Nee, dat is in Nederland niet zo. Rechtspraak is openbaar. Ze hebben niets te verbergen en ze maken het mogelijk op die manier, of we als Nederland maken het mogelijk om op die manier de rechtspraak ook te controleren. Dat is wat ik doe, met mijn camera. Daarom film ik die rechtszaken, ingegeven door mijn gesprekken met klokkenluiders.
Hier wordt iemand voor opruiing, van opruiing verdacht. Ik wilde die zitting filmen, het werd me niet toegestaan, maar er was geen belangenafweging. Want de rechter in eerste instantie zei niks. Ik vroeg van, krijg ik ook een belangenafweging dan? Dus ze hoorden toch in de persrichtlijn. En nou, dat zou op zitting gebeuren. En op zitting werd gezegd, het is een regiezitting. Daar vindt geen feitenbehandeling plaats. En daarom mag het niet. Ja, maar dat is geen belangenafweging. Er lag niks in het andere bakje. Dus die weegschaal zou nog steeds in het voordeel van persvrijheid moeten uitslaan. Ik heb gevraagd of er dan achteraf nog een belangenafweging zou komen. Die kwam niet. Het werd ook niet opgenomen in het register dat daarvoor is. Nou, dit is een bijzondere zitting, omdat hij werd onderbroken. De zitting van 12 oktober werd onderbroken en wordt op 22 mei hervat. En dan is de situatie dat ik dus tijd heb om mij te beklagen over die gang van zaken, omdat ik de hervatting van die zitting wil filmen. Nog steeds. De volgorde die ik daarvoor nam, ik vroeg als eerste aan die voorzitter, aan de rechter, maar ja, je hebt geen belangafweging gemaakt, het staat ook niet in dat register. Ik wil nog steeds de hervatting filmen, mag dat? Persvoorlichting vertelde mij desgevraagd dat ik pas kort voor de zitting daarop antwoord zou krijgen. Ja, daar neem ik geen genoegen mee. Vlak voor de zitting kan ik dus niet alsnog die uitspraak die volgens mij buiten de wet is laten toetsen. Daarop beklaagde ik mij bij het bestuur van het Hof in Den Haag. Ik volgde de klachtenprocedure. Het bestuur antwoordde mij ook binnen de tijd die daarvoor geldt. Maar zei, ja, wij kunnen niet inhoudelijk een toets doen op wat een rechter zegt. Ja, ik kan mij dus niet via de klachtenprocedure beklagen over wat er gebeurde 12 oktober. En dan houdt het een beetje op. Nou, wat je dan kan doen is, en dat heb ik serieus, ik kan twee dingen doen. Kijk, ik heb gezien dat het niet mag. Ik heb gezien dat er zonder belangenafweging in een belangrijke zaak, die in mijn observatie lijkt op zaken van klokkenluiders, persvrijheid ineens niet meer telt. Nou, dan weet je toch wat je wil weten, Rico. Iets vergelijkbaars gebeurde op demonstraties die ik gefilmd heb. Ik heb 50 verslagen van demonstraties, ook in de coronatijd. En dan zie je mensen met hartjes en gele parapluutjes gaan zitten op het veld. Je ziet de politie opgesteld staan met waterkanonnen en paarden en honden en wapenstokken. En op dat moment wist ik genoeg en ging ik weg. Maar hier, in deze rechtszaak, ja, het erbij laten voelt niet goed. Dus ik ga één stap verder. Nou, de volgende stap is zelf dan dat laten toetsen door een rechter. Dat is wat ik ga doen. Dat moet in kort geding, want er is een spoedeisend belang. Ik wil dat dat wel klaar is voor 22 mei, anders heb ik er niks aan. Dan moet je dus een dagvaarding schrijven. Voorleggen aan de rechtbank. Vragen om een zittingsdatum. Nou, die heb ik gekregen, 30 april. Vervolgens moet je je dagvaarding via een deurwaarder laten versturen naar de wederpartij. En als dat dan klaar is, krijg je het origineel thuisgestuurd. Dat is wat ik je net liet zien. Daarmee is de voorbereiding klaar. Het algemeen belang hier is zien hoe ver onze persvrijheid eigenlijk gaat op het moment dat je transparantie zet op het gedrag van de rechtspraak daar waar de minister van Justitie of de NCTV als getuige worden opgevraagd. Ik mag dat niet filmen. Wat is daar aan de hand? Journalistieke code is vastgelegd in 1954. De Code van Bordeaux heet dat. De Internationale Federatie van Journalisten stelde dat toen samen. Punt 1 is eerbied voor waarheid. En voor het recht van het publiek op waarheid is de eerste plicht van een journalist. Bij het nakomen van die plicht zal de journalist opkomen voor de volgende twee beginselen. Vrijheid in verantwoord bijeenbrengen en publiceren van nieuws. En het recht van faire commentaar en kritiek. Ja, ik kies ervoor om op deze manier verantwoording af te leggen aan jullie, mijn publiek, wat ik doe in deze procedure. En mijn afwegingen. Uiteraard is de
rechtspraak de wederpartij welkom om hierover te spreken. Maar ik zocht die dialoog met de rechter, ik zocht die dialoog met het bestuur van het Hof en ik kwam niet in gesprek. De volgende stap is dan een rechtszaak. Ik zal de dagvaarding erbij zetten op de podcast website. Dan kan je dat zelf nalezen. En ik veronderstel, na 30 april krijg je een update over hoe dit is afgelopen. Het gaat hier vandaag over saamhorigheid. Dag zonder hemel. Rustig, ligt niet. Normaal maken is wat niet is normaal. Every nation, in every region, now has a decision to make. Decision to make. En dan ook geen hel meer. You think I'm joking? Predator drones. Dat is best makkelijk. You will never see it coming. Wat dacht je, alle mensen? Laat staan dat ik kan ingaan over vuur. Bezig met vandaag.